Op de draf- en renbaan in het Stadspark streden afgelopen weekend tientallen paarden en ruiters om de prijzen. Er waren zowel dressuur- als springwedstrijden voor het kampioenschap van de provincie Groningen. Het middenterrein van de draf- en renbaan is een prachtige plek voor de wedstrijden. Dit is een feestje. En hij rijdt ook dressuur met alle twee zijn ponies. Hij heeft vanmorgen al met de eerste pony dressuur gereden. Hij moet straks nog de tweede proef rijden. En morgen met deze pony de dressuur. Maar het is hier een feestje. Het is mooi terrein. Goed georganiseerd. Ja, perfect. Bij dressuur gaat het om het samenspel tussen paard en ruiter. Er worden vaste figuren gelopen met tempowisselingen en veel draaien en keren. Bij het springen verandert vooral de hoogte en de grootte van de hindernissen. Hoe beter de combinaties zijn, hoe moeilijker de parcoursen worden. Het talent Patrick Trijbels is al op zijn tweede met paardensport begonnen. Dankzij de steun en hulp van zijn ouders traint hij bijna elke dag. Je begint laag en je gaat steeds hoger. En je gaat ook steeds meer doen. En als het heel goed gaat, ga je wedstrijden rijden en dat ook steeds hoger. Als het niet goed gaat op een wedstrijd, ben je dan boos op jezelf of soms ook een beetje boos op paard? Allebei. Je moet zorgen dat het een goede samenwerking wordt. Dat je vertrouwen in elkaar hebt. Pony in de ruiter en ruiter in pony. En ja, plezier is echt het allerbelangrijkste. Afwisseling. Niet alleen maar 7 dagen in de week dressuur of 7 dagen in de week springen. Gewoon wat variatie. En als we niet hoeven te werken, lekker in de wei. Paarden zijn grote, zware en snelle atleten. De ruiter loopt risico op blessures en moet zichzelf goed beschermen. Ik heb een bodyprotector aan, dat helpt. Nou, als ik val, dan doet het minder pijn. Ja. En helm is ook verplicht? Ja, dat is zeker verplicht. Ja. En dit is nog een pony? Dit is een pony. Ja. En wanneer ga je een stapje over naar een paard? Als mijn kleine pony verkocht is, ga ik naar een paard. En wat is het grote verschil tussen ponies en paarden? De hoogte, vooral. Ook het karakter? Nee, dat niet. Meestal is dat wel ongeveer hetzelfde. Ook een beetje bang of ook vooral trots? Ook bang. Bij het springen durf ik niet echt te kijken. Bij de crossen ook niet. Bij het dressuur natuurlijk wel. Maar het springen is een beetje spannend. Dankzij de titel in zijn klasse mag Patrick Trijbels met zijn paard Castle Rock naar het NK.